Opnieuw een vrije trap voor Moes Kroen. Achter de bal Marco Casto en ook Adriano da Cruz. Een linksvoetige of een rechtsvoetige. Het wordt een linksvoetige. Eén hand van de doelman van Eendracht Haas, van Nico Vaassen. En dat was nodig. Vrije trap Moes Kroen. In het centrum van de verdediging. Verlengd daar door Claude Verspaijen. Maar Nico Vaassen was weer tijdig uit zijn goal. We spelen 22 minuten ingooi voor Eendracht Aalst. Dos Santos, Sammy van den Bossen met een voorzet. Goede voorzet en een ingrijpen van Yves, dat was nodig. Pierre, Frederik Pierre. Bal blijft binnen, de killer van Anderlecht. Komt Zilaan in de wedstrijd, Frederik Pierre. Met de voorzet, tweede paal, Claude Verspaijen zoeken. Die legt terug, schot uit de tweede lijn, Nikolic. En binnen Zoran Bam, 1-0 voor Moes Kroen. En het is verdiend, Zoran Bam, u herkent hem niet, maar hij is de man die heeft gescoord. Intelligent terugleggen eerst van Claude Verspaijen, dan het schot van Nikolic. En dan binnengetikt door Zoran Bam, zijn tweede doelpunt dit seizoen. Van der Haken met een goede opening hier aan de rechterkant. Deliere laat de bal lopen, maar houdt hem nog makkelijk binnen. Deliere met een goede voorzet, goed gekopt van Christophe Lauwers. Het eerste gevaar eigenlijk van Eendracht Aalst in deze wedstrijd. We spelen 25 minuten. Yves van der Haken met een hele goede lange bal naar Christophe Lauwers. Zoekt zijn rechtervoet. Hij legt dan terug. Dat is geen slechte voorzet. Stefan van Riel alleen, die moet scoren. Van Riel, nee, doet dat niet. Bal weggewerkt. Ideale mogelijkheid voor Eendracht Aalst op de gelijkmaker. Stefan van Riel laat ze liggen. Nog 3 minuten te spelen in deze eerste helft. Ingooi voor Eendracht Aalst. De Vleeshouwer houdt de bal binnen. En zet hem dan ook naar binnen. Schot uit de tweede lijn misschien. Deliere zoekt zijn rechtervoet. Schot Deliere. En nu misschien. Goed schot. Al is het een beetje zwakjes. Tenminste nog eens een schot tussen de palen. Sammy van den Bossen, bal kwijt aan Nikolic. Die kijkt of hij een vrijstaande maat vindt. Daar is Claude Verspaijen. Daar zit misschien wat in. Nog een minuutje te spelen en dan mogen we gaan rusten. Frederik Pierre trekt zich nog eens op gang. Frederik Pierre, waarom is het niet schieten? Frederik Pierre, net naast. Heel mooi schot van Frederik Pierre. Dat heeft hij het liefst, oprukken en dan trappen. Maar het blijft 1-0 bij de rust. We spelen 7 minuten in de tweede helft. Een vrije trap voor Moes Kroen met Casto. Weggekopt. Bal blijft daar hangen. Zet er iemand zijn voet tegen. Misverstand daar in de defensie van Eendracht Haas, maar het valt mee. Beetje ruimte voor Sammy van den Bossen. Nikolic. Lange bal van Nikolic naar Zoran Bam. Goed aangepakt die bal. Bam. Binnen door. Frederik Pierre. Frederik Pierre moet scoren. En hij doet dat. Wat een mooie goal van Frederik Pierre. Hele goede beheersing daar. Begon allemaal op de rechterkant met die lange bal van Nikolic. En dan een uitstekende balbehandeling van Zoran Bam. Die steekt naar binnen en dan Frederik Pierre, schijnbeweging en trapt dan simpel binnen. En zo is het 2-0 voor Moes Kroen en dat is verdiend op dit moment. We zijn 25 minuten ver in deze tweede helft. Moes Kroen controleert de wedstrijd rustig. Aalst probeert wel wat in elkaar te steken, maar voorlopig lukt het nu misschien met Lambo, die net is ingevallen. Lambo schiet hem over. Eigenlijk de eerste gevaarlijke actie van Eendracht Aalst in de hele wedstrijd. Het is van invaller Zachary Lambo. Yves van der Haken mag even oprukken. Van der Haken. Lambo niet. Frederik Pierre. Altijd aanspeelbaar. En nu een goede bal van Pierre. Zoran Bam bijna. Maar Justice Sanjon met handen en voeten. Verovert hij de bal. Van Riel. Als Aalst wat wil meenemen hieruit Moes Kroen, dan moet het nu wel wat gaan doen. Goed schot van Meijsen tegen de lat. Wat een knal van Harald Meijsen.
En dat met nog 16 minuten te spelen in de wedstrijd. Dit had de aansluitingstreffer kunnen zijn. Maar het blijft dus 2-0 voorlopig. Harald Nijssen vaker aanspeelbaar de laatste minuten. Harald Nijssen. Zachary Lambo, gaat hij scoren? Lambo, nee. Nog weggehaald daar door Claude Verspaye. Nog een voorzet, Peter Lessen tegen de lat. Ingevallen Peter Lessen. En nu dan? Nee, nog niet. Aalst heeft hier ook nog pech. Sammy van den Bossen met een schot, afgeweken en in de handen. Twee keer de lat al voor Eendracht Aalst. Het blijft dus voorlopig 2-0. De Vleeshouwer met de voorzet, Erik Lessen in de rug geduwd, maar geen strafschop. En Moes Kroen komt er nog eens uit. Opletten nu, Zoran Ban, geen buitenspel. Zoran Ban met zijn tweede van de avond. Nee, hij zet hem ernaast. De kans voor Moes Kroen om de wedstrijd definitief te beslissen. Leni. Mooi van Danny Leni. Claude Verspaye op de rechterkant met de voorzet. Kopbal van Zoran Ban, maar over het doel. Het blijft 2-0 hier in Moes Kroen tegen Aalst. Een zwakke partij van Eendracht Aalst. De 10e overwinning van Excel.